We zijn minder één land dan voorheen. Een periode die ons land zo rijk heeft gemaakt en sommigen zoveel heeft gebracht, maar anderen weinig tot niets. De rijkste 10% bezit inmiddels 2/3 van het totale vermogen. Bijna 1 miljoen Nederlanders leeft in armoede, waarvan 260.000 kinderen. Als je solliciteert, kun je nog beter een strafblad hebben dan een buitenlandse achternaam. Het aantal werkenden met burn-out klachten is opgelopen tot 1 op de 6. De wachttijd voor een woning in de sociale huur is opgelopen tot bijna 4 jaar in de Achterhoek en Limburg. En tot bijna 9 jaar in de regio's Amsterdam en Utrecht. Het aantal daklozen is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld. Achter die cijfers zitten mensen. Jonge stellen met een prima baan die geen huis kunnen vinden. Studenten in de Schilderswijk die geen stage krijgen. Zelfstandigen die verknocht zijn aan de vrijheid om te ondernemen, maar slecht slapen door zorgen over later.